We did it! En de derde dag daar. Helemaal. Dat heb ik in al de tijd dat ik op YouTube zit nog nooit gedaan. Helemaal. We did it! Woehoe! En dan de laatste dag van 2020. Dat was ook wat ik dacht, snap je? Dan eindig ik het jaar 8 met blast. Dan eindig ik het jaar en wordt de mission nog complete. De verwachtingen van 2020 waren super hoog. Die zijn niet volledig gelost. Maar ik heb er wel proberen het beste van te maken. En ik heb een fucking dikke edit gemaakt, man. Ik heb een edit gemaakt met al de leukste momenten van dit jaar. En ik heb daar een heel leuk liedje van gebruikt. Het is een nice edit. Echt, hij is sick. Ik ben er zo blij mee. Want ik heb helemaal geen corona-vibes door deze edit. Ik kijk hier naar en je zou denken dat het gewoon een jaar als een ander was. En dat was ook mijn bedoeling van deze video. Om te tonen dat, hoe slecht dat ook gaat. Ik kan altijd gewoon wel iets fixen, snap je? Roeien met de riemen die je hebt. En dat hebben we dit jaar gedaan. En als ik naar deze edit kijk, ik heb er wel zoveel gekeken. Dan denk ik van, het was wel een geslaagd jaar, man. We hebben gedaan wat we konden en I'm happy. We blasted! We hebben niet alleen gezorgd dat de mainstream media weet dat ze niet moeten fokken met ons. We hebben ook laten weten dat als fokken met ons, dat wij hun opfokken. Dit jaar begonnen met minder dan 100.000 abonnees en geëindigd met 324k. Dat is insane. En I'm so happy. Ik vind dit misschien wel een van de leukste video's, maar dat is normaal, want het is een edit. Bedankt om te kijken. Jojo! Naast al deze superleuke dingen kunnen we natuurlijk niet vergeten dat Casper dit jaar uit het leven gestapt is. En ik hoop dat hij zijn rust heeft gevonden daarboven. Ik weet heel zeker dat Casper niet had gewild dat we allemaal gingen rouwen of stoppen met YouTube. Ik denk dat hij echt wou dat de community gewoon groter werd. Dat er meer mensen naar YouTube komen kijken. En dat YouTube gewoon, snap je, het ding blijft in België. En daar ga ik zeker voor zorgen. We zijn maar niet veel. En we zijn een van de beste creators verloren. Ik hoop dat je rust hebt gevonden, Casper. En misschien zie je deze video wel daarboven. Ik ga altijd blijven bangen op YouTube, man. En ik ga ervoor zorgen dat YouTube België alleen maar omhoog gaat, man. Want als we zo verder gaan, bro,
De wereld is niet klaar voor ons, man. En dat gaan wij samen doen. Let's fucking get it, boys and girls. We zijn de Wolfpack, man. Oh! Als er iemand ruzie zoekt met ons... Yo! En we gaan blijven blazen, man. Ik ben super excited voor 2021. Te stoppen dat al deze crony shit stopt dit jaar. Maar als dat niet gebeurt, dan houden we er nog altijd een hard jaar van, man. Kijk, bedankt om te kijken. Bedankt dat jullie erbij waren, man. Dit was december. Dit was 2020. Dit was de uploadstreak. Dit was de laatste dag, man. Dit was dag 31. We did it! Iedereen dat zei dat ik het niet kon doen, fuck you! Hey, bedankt om te kijken. Bedankt aan iedereen die alle video's heeft gekeken. Ik heb wel content gepubliceerd, man. Wow, yo. Sick. Hey, bedankt, man. No! I love you guys. Happy New Year. Yeah, joh! Waarschijnlijk kan ik die outro nu niet doen, hè. Ik heb dat al gebruikt, de hele deze video. Nou, fuck it.